We are at Carolina's home. Carolina is looking after 7 children. The father and mother passed away. Wij zijn vorig jaar opgenomen in het project van Doorkas. We hebben onder andere een nieuw dak gekregen. In ieder geval de grond in het huis is nu veel beter. Eerst was het een zandgrond, dus als het regende was er ontzettend veel modder. En daar hebben ze nu een betonnen vloer van gemaakt. En ook hebben ze een watertap gekregen. Eerst konden ze helemaal geen water krijgen en moesten ze bij de omgeving gaan vragen of dat ze eventueel water konden gebruiken. De kinderen gaan ook naar school. En de oudste die heeft ook een eigen moestuin. Waar ze dat verbouwen, dingen die ze ook verkopen in de markt. Zodat ze wat geld hebben om ander eten te kopen. Er zitten geen problemen in de omgeving gelukkig. Iets waar de mensen wat onzeker over dit gezin of dat ze niet zouden gaan stelen. Maar dat is nou ook veel beter nu ze zien dat de familie goed voor zichzelf kan zorgen. Is de familie ook heel open, ook supportive voor. Ja.